Lara, van harte gefeliciteerd. Je wint hier de HWL 3 in Brussel door in de finale China met 2-0 te slaan. Een lekkere wedstrijd, ontzettend aanvallend. Ja, hoe blij ben jij? We zijn heel blij met het resultaat. We kwamen hier ten eerste voor een WK-ticket, maar we wilden ook gewoon winnen. En het spelen van finales was ook een belangrijk deel van dit toernooi. Dus daar hebben we ons op gefocust en vandaag dus de finale gewonnen. Daar zijn we heel blij mee. Dit toernooi 7 wedstrijden gespeeld, 7 overwinningen. Nou ja, en slechts 1 goal tegen. Dat zijn de cijfers waarmee je kan thuiskomen, Lara. We hebben echt veel stappen gemaakt en het resultaat is er nu ook naar. Maar het belangrijkste is dat we deze stappen blijven maken richting het EK, want daar willen we natuurlijk ook gewoon winnen. Ja, dat EK is over 47 dagen, hè. Daar wacht misschien wel een hele mooie prijs. Maar jij kreeg ook vandaag op het veld een aardige prijs uitgereikt. De prijs voor beste jonge speelster van het toernooi, hè, Lara. Gefeliciteerd, ben je er blij mee? Ja, dankjewel. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik ben blij sowieso dat ik een goed toernooi heb gespeeld. Dat vind ik eigenlijk belangrijker dan puur een prijs hiervoor, maar het is altijd leuk. Altijd leuk. We gaan nu richting het EK. Ik begrijp, jullie gaan eerst even op vakantie, hè? Ja, we hebben eerst 2 weken, of ja, ongeveer 2 weken vakantie en dan gaan we vol richting het EK. Het is goed om even kopje leeg te maken, eventjes rust en dan weer volle bak voor het EK. Geniet ervan. Dankjewel.